Biontown. Hey mensen van Biontown, ik ben Rick van Serpent Gameplay. En welkom bij een nieuwe aflevering van Rick's Internetavonturen. Rick's Avonturen. Vandaag spelen wij een game die ja, een jaar geleden misschien populair was. En nu speelt niemand het meer. Dus speel ik het, want ik ben een soort van verwezenlijking van niemand. Vandaag spelen wij motherfucking karaoke party. Karaoke party is in de tussentijd flink over de kop gegaan. Je moet nu een account hebben, anders mag je de kak game gewoon niet spelen. Nou, een toepasselijke naam is Treintje69. E-mail? Dat kan me echt niks boeien. Ik hoop niet dat ik het met e-mail moet bevestigen. Ik ga gewoon een nep e-mail invullen. Treintje6969@hotmail.com. That's me. Wachtwoord. Treintje6969. Zo, iedereen log in op dit account. Alsjeblieft. Geboortejaar. Fucking 1900. I don't give a fuck. En ik ben een vrouw. Sign up. Verification cannot be sent to @cock. Nee. Er moet echt een e-mail bij komen. Oké, ik gebruik mijn eigen e-mail wel. Oké, ik ga nu proberen mijn e-mail te checken. Dat is belangrijk bij e-mailverificatie. En motherfucking natuurlijk, denk ik urenlang, waar de fuck is mijn e-mail karaoke party? Natuurlijk staat het in mijn spam. Naast de Viagra pillen en al die andere zooi. Niemand wil dit. Niemand wil karaoke party. God, ik ga mijn fucking e-mail zo hard confirmen, jongen. Ik sloop het. Zo, ik hoef me maar gewoon niet te veranderen. Welk nummer gaan we zingen? My Heart Will Go On van Celine Dion. De keuze is in ieder geval niet heel reuze. Dat is duidelijk. Ik luister zeg maar nooit dit soort muziek. Ik luister van die muziek zoals... dat soort muziek. Oeh, System of a Down. Oh, dat is een request. System of a Down is wel nice. Aerials in the sky. Zie je, ik ben goed. When you lose my mind, you free your life. Dit nummer bestaat niet eens op de site. Oh, dit is grappig als je het nummer kent trouwens. Ding. Oké, dat nummer ken ik dan wel. Daar denk ik dan 90% van de kijkers weer van what the fuck is dat? Dat nummer ken ik dan weer. Laten we beginnen. We doen wel what the fuck say. Waar is iedereen? Kunnen mensen hier überhaupt aan meedoen? Werkt deze link? Ik denk het wel. Ja, denk het wel. Rahima doet mee. Geen idee wie Rahima is. Maar ze gaat kapot. You have posted too many messages in the last 10 seconds. Wel, fuck you. Oh nee. Ik heb dit nummer al eeuwen niet meer gehoord. En het geluid is ook veel te hard, joh. Dog goes woof. Cat goes meow. Bird goes tweet en mouse goes squeak. Ik doe niet eens de moeite om het te zingen op de maat. En de elefant gaat dingen. Dus abonneer op Biontown. En kijk Rick's avonturen. En daar is ook een video. Nou die zuigt ballen. Pap, 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 pap. Ding, de ding, de ding. A ding, 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 de ding, de ding, 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 ding. What the fuck? La 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 la. Je had niet verwacht dat ik dit serieus zou doen. Let me flexie. What the fuck say? Big blue eyes, pointy nose. Wist je dat Hitler ook blauwe ogen had? Dat zou kunnen. Ik weet het zelf ook niet zeker. Dus ik ga naar Wikipedia. Adolf Hitler, oogkleur. Dat moet je weten. Staat het hier of toch niet? Wat is Hitler zijn oogkleur? Wat is Hitler zijn oogkleur? Het is vast roze. Ik heb geen Eruxia's date. Ik ben gewoon derde geworden. Nou, aangezien dit zo'n succes was, gaan we gewoon nog een fucking battle doen. Oké. Do you ever feel like a plastic bag? Ik luister dit nummer nooit. Ik ken alleen het refrein.
kunnen we gauw naar het terrein. Dat zou echt super mega cool zijn. Doe even een klein kort rappertje erin. Rap is cool en ik ben de king. Kijk me gaan op dit nummer. Ben best cool, Indian Summer. Kijk me rappen, ben best hip. Ik hou ook van pikante kip. Pikante kip in mijn mond. Dat doe ik niet in mijn kont. Komt er wel uit, maar dat is wat anders. Oh, oh. 4th of July. Cause baby, pas op met vuurwerk. Je bent zo je handen kwijt. Pas op met die lont. Stop het vuurwerk niet in je mond. Pas op met vuurwerk. Stop het niet in je holtes. Er hoort nog geen vuurwerk. Het is niet praktisch en ook niet gezond. Stop geen vuurwerk in je mond. En je moet bewaar geen vuurwerk in je schuur. Vuurwerk kopen is ook nog eens heel duur. Ik raad het niet aan, ik raad het af. Met vuurwerk stunten is heel laf. Even brighter than the moon, moon, moon. Hoe word ik derde hierin? Ik ben goed! Dat kan ik. Oh, dit is goede shit. Younger than the mountains. Growing like a breeze. Road, take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home, country roads. Ow, 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 ow. Take me home. Take me home, country roads. Veel te laag opeens. Hiya, eerste. Alles kan kapot. Ik vind het echt prachtig hoe ik gewoon gewonnen heb. Het is officieel. Mensen zeggen, oh Rick, je kan niet zingen. Je kan misschien niet zingen, maar ik kan wel winnen. Fuck alles. Nou, dat was deze Rick's avontuur voor deze week. Volgende week iets anders dan dit. Mag ik hopen. Anders dan gaat Bayam Tam wel heel hard achteruit. En ja, bedankt voor deze aflevering. Tot de volgende aflevering. Doei.